soort keuzemodel. Ook wel fiscale uitruil, MKZA, MKA, cafetaria-regeling. Wie werkt er nu al met het keuzemodel? Oh, best wel veel. En wie heeft nog eigen looninrichting? Nou, ik denk net niet 50-50. Ik ga jullie meenemen in een stukje gewoon wat we hebben gedaan in de afgelopen 2 jaar. En zoals ik net al in de plenaire sessie zei, ga ik ook het dashboard laten zien. Waarmee we dus meer mogelijkheden hebben om ook inzicht te krijgen in wat een medewerker heeft gedaan. Waar denken we dan bij aan een keuzemodel? Wij hebben het namelijk keuzemodel genoemd. Omdat er zoveel verschillende termen zijn. Maar een fiets bijvoorbeeld, of een mobile device, bring your own device regeling bijvoorbeeld. Maar ook de uitruilreiskosten. Dus als je vanuit de CAO niet helemaal de 19 cent vergoedt, maar minder, heb je op die manier ook de mogelijkheid om de reiskosten uit te ruilen. Een sportabonnement, dus niet alleen de eenmalige doelen, dus waarbij je 1 keer iets krijgt, maar ook repeterend, elke maand hetzelfde, of een internetvergoeding. En natuurlijk de vakbond, de beroepsverenigingen. In bepaalde sectoren hebben we daar natuurlijk veel meer mee te maken. En kun je ook op die manier uitruilen. En waarom dan het keuzemodel? En niet eigen looninrichting of wat we hiervoor hadden. Standaard controles. Wij controleren of de medewerker geen loonbeslag heeft. We kunnen controles uitvoeren of je niet al bijvoorbeeld te snel weer een fiets aanvraagt, omdat je maar recht hebt op 1 keer in de 3 jaar. Maar ook dat we controleren, je moet hem wel binnen 3 jaar terugbetaald hebben, 5 jaar terugbetaald hebben. Allemaal instellingen die je zelf kan doen. Een maximumbedrag, dus waar we natuurlijk in de payroll workflows ook kunnen controleren op een maximumbedrag, kunnen we dat hier ook, dus dat je nooit meer dan wat jullie aangeven, dat de medewerker kan indienen. En ook het prioriteren. Iets wat we met de eigen looninrichting natuurlijk niet op die manier kunnen, kunnen we met het keuzemodel wel. De mogelijkheid dus om te zeggen, stel de medewerker gaat uit dienst en heeft nog een fiets en nog uitruilreiskosten, dat wel eerst die fiets terugbetaald wordt, voordat ook nog de uitruil van de reiskosten gedaan wordt. Nou, dan even, hoe werkt het? Je hebt te maken met bronnen en met doelen. Dus als we kijken naar doelen, hebben we verschillende opties. Eenmalig. Medewerker koopt 1 keer iets of jullie betalen de factuur. Dat is een keuze die je hebt. Repeterend, zoals de sportabonnementen, de internetvergoedingen, iedere maand terugkerend. Verlof kopen, ook onderdeel van het keuzemodel. En uiteraard de fiscale uitruil van de reiskosten. We hebben hier op basis van wat we veel zagen bij organisaties standaardbronnen beschikbaar gesteld. Je kan kiezen voor het salaris, voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, maar de medewerker kan ook uren inzetten. Dus meer uren, overuren, maar met name ook verlofuren. Dat hangt er ook vanaf of je verlof bijvoorbeeld in AFAS doet, of dat je dat in een roosterplanningspakket hebt zitten. Afhankelijk daarvan kunnen we ook een verlofcorrectie bij maken en controleren of de medewerker wel voldoende saldo heeft. Dan, misschien toen je deze sessie zag, dacht je, ja, keuzemodel, we hebben misschien wel keuzebudget. En gisteren werd ook de vraag gesteld, wanneer gaan jullie het integreren, dat ook het keuzebudget in het keuzemodel komt? Dat is een wens. We weten nog niet precies wanneer, maar zeker iets waar we wel naar gaan kijken. Maar het keuzebudget gaat natuurlijk over dat je alles op 1 grote hoop gooit. Dan heb je niet meer los je vakantietoeslag of je eindejaarsuitkering, maar gooi je ze alles op 1 hoop en heb je dus een percentage. Het verschil daarmee met het keuzemodel is dat je echt die verschillende bronnen behoudt. Dus dat je salaris gewoon blijft, je vakantietoeslag en je jaaruitkering. En dat we dus ook per bon controleren op het saldo. En natuurlijk de payroll workflows. Ik denk dat veel mensen die wellicht de overstap kunnen maken naar het keuzemodel, nu nog gebruik maken van payroll workflows, omdat ze eigen looninrichting hebben. Nou ja, mijn tip zou wel zijn, ga kijken wanneer je de tijd vindt om dat over te zetten, omdat je gewoon echt stuk minder werk ervan hebt, meer inzicht krijgt. Nou, en ook dat inzicht hebben wij natuurlijk nu voor jullie al beschikbaar gesteld in een dashboard. En dat gaat ook jullie bijvoorbeeld de accountant of de financiële administratie echt helpen. We gaan er gewoon even naar kijken. Mochten er trouwens vragen zijn, steek gewoon gerust je hand op. In een deelsessie is dat wat makkelijker nog dan in de grote zaal. Ik ben ingelogd op Mijn Insight. En als ik naar Mijn Insight ga,
dan zie je dus hier ook dat we een standaard portaal meeleveren voor het keuzemodel. Dus als je de overstap wil gaan maken, dit krijg je. Met ook al die bronnen of doelen die wij al meeleveren. Dus we hebben gekeken van oké, wat zien we in de eigen looninrichting wat jullie veel gebruiken? En op basis daarvan hebben we al standaard bronnen of doelen meegeleverd die je dus alleen maar hoeft te deblokkeren, in te richten en je kan aan de slag. Je ziet hier bovenin dus ook al gelijk mijn saldo. Dus de medewerker weet ook al wat heb ik beschikbaar, wat is er in behandeling en wat heb ik al ingezet. Dus ook je keuzes zie je hier al. Nou, deze medewerker is groot gebruiker, die dacht ik doe alles. Maar de fiets zit er nog niet tussen, dus die ga ik met jullie doen. En hier zie je ook die begindatum. Nou, ik heb ervoor gekozen dat de eerstvolgende periode is, maar hier kan je ook keuzes in maken. Dus wil je dit de eerstvolgende periode, mag de medewerker het zelf kiezen. Allemaal mogelijkheden. Ik ga een bedrag invullen. Laat ik een iets makkelijker bedrag kiezen. En vervolgens kan de medewerker dus zelf het totaalbedrag gaan verdelen over de bronnen. Dus waarbij keuzes gemaakt kunnen worden in natuurlijk voor het salaris in het aantal periodes. Dan zit dus ook weer die controle erop. Hoeveel periodes heb je? En als ik kijk ook naar de eindejaarskering of kanstoeslag, dat zijn natuurlijk vaak jaarlijkse onderdelen, dus daar kan je het aantal jaren in meegeven. Oh, wacht. Nou, rekenen is even... Ik zal het even anders doen. Zo heb ik het totaalbedrag. Je ziet het ook gelijk, dat als een medewerker dat ook even niet helemaal scherp heeft, dat je onderaan gelijk ziet, wat moet je nog verdelen en wat kun je dan nog inzetten. Klik op aanmaken. En nou, je ziet hier dan natuurlijk als salarisadministrateur ook gelijk, wat is er ingezet, wat heeft die medewerker al. En je kunt hier natuurlijk ook de medewerker vervolgens een overeenkomst laten tekenen. Waarin hij bijvoorbeeld ook akkoord geeft op de dingen die ingezet worden. En ook dat je daar wellicht wat consequenties in kan benoemen. Dat je de medewerker ook goed informeert over wat betekent de keuze die je maakt. Een standaard document leveren wij mee. Maar je kan daar natuurlijk uiteraard ook je eigen document in koppelen. Nou, dit was eigenlijk waarmee we starten. Ik denk nu 2 jaar geleden. Anderhalf. En vorig jaar hebben we hier ook al een stukje aan toegevoegd. Als ik terugga naar het portaal, dan zie je hier onderaan ook de repeterende doelen. En een grote wens van jullie was natuurlijk ook, ja, als die medewerker het eenmaal aangevraagd heeft, dan wil hij het ook kunnen wijzigen of kunnen beëindigen. Omdat, nou ja, wij jullie in de organisatie bijvoorbeeld hebben afgesproken dat je ieder jaar moet aangeven wat je doet met je uitruilreiskosten. Dus ook die opties zijn nu beschikbaar. En ook deze worden standaard meegeleverd, dus hoef je niet zelf allemaal meer in te richten. En hier kan je dus bijvoorbeeld zeggen, ik wil het wijzigen, je geeft een begindatum mee. Eventueel, als je hem ook nog wil stoppen, kan je een einddatum meegeven. En afhankelijk van wat je in je context natuurlijk van je profiel instelt, heb je de keuze om je bron te wijzigen. En ditzelfde geldt ook uiteraard voor het beëindigen. Dan hoef je natuurlijk niet meer een keuze te maken in welke bron het gaat worden. Maar hoeft de medewerker echt alleen een einddatum mee te geven. En op die manier wordt dan ook de uitruil van de reiskosten bijvoorbeeld beëindigd of het sportabonnement. De medewerker is dus zo op die manier helemaal zelf in controle over wat hij qua keuzes doet. Nou, Glieden. Ik heb natuurlijk al een paar keer verteld van je richt het allemaal zelf in. En hier zit ik in de eigenschappen van de doelen. Je ziet daarachter ook in de... Ik heb 1 doel geopend. Maar je ziet ook dat je daarboven het kan prioriteren. Wat ik al uitlegde. Je kan dus zelf bepalen wat er terugbetaald moet worden. Maar we hebben ook natuurlijk extra opties gegeven. Wat moet er gebeuren bij uitdienst? Wil je het dan onbelast inhouden bij de medewerker of belast? En al die controles richt je hierin. En vervolgens koppel je ze aan het profiel. Dus hier zit je onder algemeen in een outside en dan profiel. En hier heb je de optie om het doel wat je dus hebt ingericht, dat is het eerste veld daarbovenaan, te koppelen. En vervolgens nog te zeggen welke bronnen mogen hier dan voor gebruikt worden en hoe doe ik het met het verlof. Soms is het misschien aantrekkelijk om te zeggen ik geef alles, maar je zag net ook al, je moet dan heel best wel wat invullen. En zeker het dashboard, wat ik zo meteen ook ga laten zien, kan misschien ook wel inzicht geven in dat bepaalde keuzes
voor bepaalde keuzes misschien nooit een bepaalde bron wordt gebruikt. Dan zou je ook kunnen overwegen om bepaalde een bron af te schaffen. Maakt het gewoon een stuk makkelijker voor de medewerker. Die verlof, wat ik net al zei, we hebben het dus nu ook mogelijk gemaakt in de import en in de update connector. Zodat we een koppeling kunnen leggen met FiskFree. Zijn er mensen in de zaal die met FiskFree werken? Oh, best wel wat. Nou, we zijn druk bezig. Dus hopelijk lukt dat in het, dit jaar nog. Mocht je met eigen looninrichting werken en ook met FiskFree, stap dan over. Want we zijn echt bezig om de koppeling te maken als je werkt met het keuzemodel. Dat is even in een notendop wat het keuzemodel kan en doet. En dan natuurlijk nog het dashboard. Dat is nieuw vanaf de komende update. En daarin gaan we ook echt inzicht geven in wat de medewerker aan keuzes heeft gemaakt. Terug naar Insight. Werken jullie allemaal dashboards? Heeft iemand het dashboard verzuimd of iets dergelijks? Is dashboard überhaupt... weinig. Oké, dan ga ik ook even een beetje een korte introductie doen van de dashboards. De dashboards geven je visueel inzicht in de cijfers die je hebt. Je hebt natuurlijk heel veel vastgelegd in onze software, waardevolle data. En daar hebben we verschillende dashboards voor. Mijn collega Wilfried heeft natuurlijk ook sessie gegeven. Geeft nu een sessie over het verzuimdashboard. Maar ook het keuzemodel geeft je natuurlijk waardevolle input om te kijken van hey, hoe doen we het. En we hebben in dit dashboard werken we in dashboards met werkbladen. Nou, in dit geval hebben we er 4 meegeleverd, wat dus betekent dat we 4 inzichten op dit moment geven. En dit hebben we samen met klanten ook bekeken van waar ligt de behoefte? Dus welk inzicht zijn jullie nou echt naar op zoek? Hier op het eerste werkblad waar ik zit heb ik al een filter toegevoegd. En je hebt ook de mogelijkheid als je gefilterd hebt om dat filter op te slaan. Wellicht ken je het snelfilter in Profit wat je kunt opslaan. Nou, ziet dat een beetje op dezelfde manier. Dan kun je dus iedere keer terugkomen en hoef je niet het filter opnieuw te maken. Maar het werkt ook door op een jaar te klikken, het te bevestigen met het groene vinkje. En vervolgens ga ik dus echt door naar de volgende informatie en zie ik dus per periode, in dit geval, om wat voor bedragen het gaat achteraan. Maar je kan ook wisselen naar aantallen. Dus je kunt iedere keer switchen tussen, nou vind ik het interessant om te weten wat het bedrag is aan de keuzes die gemaakt zijn, of wil ik vooral aantallen weten. En daarbovenin zie je dan de totalen als kengetallen weergegeven. In dit geval heb je ook de mogelijkheid om te switchen tussen een grafiek, dus echt een visueel inzicht, maar je kan ook kiezen voor de details. Dan krijg je dus echt in een tabelvorm per periode te zien. In dit geval zit ik natuurlijk nog op aantallen, maar ook hier kan ik wisselen naar bedragen. En zie je dus vervolgens welke doelen welke bedragen hebben. En als je ze openklikt, dan zie je dus ook met welke bronnen dit gebruikt wordt. Ik heb er nu voor gekozen, of in de standaard zit het doel vooraan, maar je kan natuurlijk ook de medewerker vooraan zetten. En dan krijg je op die manier, net als dat in een draaitabel in Excel werkt, kan je dus zelf ook je inzichten aanpassen. Dus wij leveren hier standaard mee. De vraag was inderdaad toen we het overlegden met klanten van we willen heel graag per doel inzicht krijgen. Maar soms kan het misschien ook wel heel relevant zijn om te kijken hoe het per medewerkers is. Daarnaast heb je natuurlijk de optie per doorsnee. Dus je ziet hier een heel rijtje staan aan opties. Bijvoorbeeld misschien wil je wel weten op welke kostenplaatsen het vooral gedaan wordt. Als daar blijkt dat bepaalde kostenplaatsen eigenlijk altijd de eerste zijn die het insturen en andere kostenplaatsen nooit, kan je best wel inzicht geven over, wellicht moeten we iets in de communicatie daarin doen. En je hebt natuurlijk ook nog de optie om te selecteren op bron. Dus dan zie je welke bronnen zijn populair en waar wordt eigenlijk het meeste gebruik van gemaakt. Tweede waar ik eerst even naartoe ga is het saldo per periode. Omdat dit een veelgevraagd inzicht was of is. Dit gaat erover namelijk, wat zijn de saldi aan het begin van de periode? Wat is de mutatie, dus wat gebeurt er die maand? En wat is het saldo aan het einde van de periode? Vaak ook een inzicht wat vanuit de financiële administratie gevraagd wordt of vanuit de accountant. Nou, hoe staan we ervoor? En zeker met het keuzemodel, groot deel gebruikt dat, gaat natuurlijk allemaal naar 1 looncomponent. En dus vaak ook 1 grootboekrekening. En de financiële administratie wil graag wel weten, welke doelen zijn dat nou? Nou, dit inzicht geeft dus wel echt
per doel aan wat is het openstaand saldo. Ja. De vraag is, sorry, ik herhaal even uw vraag voor de zaal. De vraag is, kan ik dit dashboard ook exporteren? Ja, je kunt deze data exporteren. Je kunt natuurlijk ook mensen gewoon toegang geven tot het dashboard. Maar je kan ook zeggen, ik wil het downloaden als... en dan kan je bijvoorbeeld zeggen als PDF of als gegevens... en kun je het op die manier dus ook echt delen met de rest van de organisatie. Dat kan overigens dus met deze tabel, maar dat werkt... over het hele dashboard. Maar ik kan me voorstellen dat deze daarvoor het meest interessant is. Wellicht zie je al wel dat soms het saldo aan het eind van de periode niet gelijk is aan het saldo van de beginperiode. Er komen mutaties bij. Dus daar zit dat verschil. Alle nieuwe mutaties komen natuurlijk wel bij het saldo aan het begin van de periode. En die waren de vorige periode er nog niet. Als we dan kijken naar mutaties... dan kan je dus ook nog zien per jaar, per maand, ik zal eerst even weer de grafiek pakken, hoe de mutaties worden ingestuurd en hoeveel mutaties het dan overgaat. Dus op die manier krijg je ook nog hier het inzicht, dit is met name gewoon om te zien van, nee, zit er een tendens in het jaar en hoe worden de mutaties ingestuurd. En tenslotte het laatste werkblad wat we meeleveren, dat ja, niet iedereen maakt gebruik van uren in het dashboard of in het keuzemodel. Maar maak je wel gebruik van uren, krijg je dus hier ook nog het inzicht in ja, welke uren zetten mensen in, hoeveel uren worden er ingezet. Kan je daar wellicht ook nog in zien dat het wel of niet gebruikt wordt om medewerkers of te helpen in dit kun je wel gebruiken of niet gebruiken. Bijvoorbeeld medewerkers met een enorm stuurmeer toch misschien te stimuleren om als ze een keuzemodel gebruik maken om dan hun uren te gaan inzetten. Dit is wat we in het dashboard meeleveren aan inzicht. Zijn er nog andere vragen over het dashboard? We hebben best wel tijd over, dus misschien zijn er vragen van dingen jullie willen weten. Ik zie er twee. Ik begin even rechts, dus vrij gewoon willekeurig. Meneer die tegen de klimrek aan staat. Ja. Ja. De vraag is van. Is dit nu ook echt beschikbaar voor iedereen? Want ik heb wel eens meegemaakt dat het dan bijvoorbeeld alleen in een template zat en dat het dus niet voor iedereen was. Dit zit echt in het product. Dus ik kan het wel even gelijk ook erbij pakken. Als je ingelogd bent in Profit, heb je echt, als je hier naar de profielen gaat en je zoekt hier op keuzemodel. Moet ik het wel goed typen? Dit. Het zit ook echt in jouw omgeving. Wellicht geblokkeerd, maar kan je wel mee aan de slag. Ik doe eerst even niet, dan ik heb uw vraag gezien. Ja. Is dat mogelijk om keuzemodellen rechtstreeks in Profit te integreren in plaats van uitvoeren? Nee, het is echt het keuzemodel hebben we beschikbaar gesteld vanuit Insight. En het is niet mogelijk om dit in Profit toe te voegen. We hebben het wel mogelijk gemaakt om het te kunnen muteren. Dus als de medewerker de keuze gemaakt heeft, dat je het kunt wijzigen. We hebben wel natuurlijk nu mogelijk gemaakt om het te importeren of met een update connector. Juist ook als er een andere partij is waarmee je afspraken hebt, het daar vandaan toe te voegen. Maar het is een hele bewuste keuze geweest om dat niet op die manier vanuit Profit te doen. Meneer. Zeker, eigenlijk kunnen wij hetzelfde als FiskFree. Want een medewerker kan het gewoon helemaal via het keuzemodel. Het enige verschil wat wij niet doen, wat FiskFree natuurlijk wel kan bieden, is ook bepaalde collectiviteitskortingen. Echt de afspraken met de rijwielhandelaar, of de afspraak met Bob.com, of dat soort partijen. En daar gaan wij ons niet op dat vlak gaan we ons niet bewegen. Dus daar zijn zij echt nog wel de partij die daar de afspraken maken met derde partijen. Maar inderdaad, wij kunnen in die zin, als je kijkt naar het aanvraagproces en de controle op Saldi, hebben wij hetzelfde als FiskFree. Het enige wat wij niet doen, is de collectiviteitsafspraken die daar ook bij komen kijken. Zo de vraag beantwoord? Ja, oké. Wellicht dat we elkaar zo nog even moeten spreken bij de borrel. Ik zag volgens mij daar ook rechts een hand omhoog gaan. Wanneer is de koppeling met FiskFree beschikbaar? Omdat
Fiskfree met ons gaat koppelen, kan ik niet helemaal zeker zeggen wanneer ze het af hebben. Daar heb ik namelijk niet op die manier direct invloed op. Maar ik verwacht deze zomer. Dat is wel ook wat zij in hun nieuwsbrief hebben gecommuniceerd aan klanten. En wij moesten daarvoor natuurlijk in de update nog wat doen, zodat ze het kunnen afronden. Dus ik verwacht deze zomer. En nou ja, mocht je nog niet over zijn met het keuzemodel, zorg dat je voor de zomer over bent. Ja. De vraag is, komt er een mogelijkheid om zelf looncomponenten toe te voegen aan de bronsalaris? Wat zou je willen toevoegen? Het staat niet concreet op de planning. Wellicht heb je het al ingediend als wens. Als dat niet zo is, doe dat zeker, want dan komt hij ook bij ons, kunnen we hem bijhouden. Het is niet per se dat ik nu denk, oh, dat gaan we dan en dan doen. Maar mocht het nog niet als wens geregistreerd staan, doe dat zeker. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de tijd. Ik ben zo ook nog bij de Bol, dus mocht er vragen zijn over deze sessie of eerdere sessies, schiet me gerust aan. En geniet van de Bol en een goede reis naar huis alvast.